We zijn op vakantie! Laurie gaat op haar droomreis. Maar het lijkt dat ze moet betalen voor haar tickets. Laurie's zakken zijn leeg. Maar ze heeft kerstkousen. En zelfs een banaan. Wow. Geniet ervan! We accepteren alleen echt geld. Dat is een rare regel. Maar als je erop staat, is dat genoeg? Abby daarentegen doet het financieel prima. Business class ticket en houtwisselgeld. Wow, dat is een fortuin. De rijke klant krijgt de beste plaatsen. Heb een goede vakantie, Miss Abby. Hoe zit het met de arme toerist? Prima, er is ook plaats voor haar. Laten we naar het strand gaan. Attentie, iedereen. Liana is hier en ze gaat ook op vakantie. Ugh, wat een snap. Blijf beter uit haar buurt. Ik heb een ultra-rijke ticket. Geld is geen probleem. Wow, hoeveel karaat? Uw kaartje, Miss Liana. Dank u. En ik heb bagage. Niet spreken, kind. Ze zullen de ultra-rijke bagage moeten controleren. Oké, laten we eens kijken. De scanner laat zien dat er veel metaal in zit. Open de koffer, nu. Er zit niks gevaarlijks in. Alleen een beetje goud. Juist, gewoon een beetje. Sorry dat ik u stoor. U mag gaan zitten. Rijke toeristen zijn altijd comfortabel. En het uitzicht is geweldig. Ik kan niet wachten om er te komen. En Liana zit op een ultra mega luxe vlucht. Ze is zo comfortabel. Wow, is dat echt de piloot? Hij is zo knap. Hij lacht naar haar. Dat moet het lot zijn. Hallo. Welkom in de cockpit. Het is beter om de piloot niet af te leiden. Dit kan tot problemen leiden. Zijn we er al? Oh nee, het is geen vakantie. Het is een vliegtuigongeluk. Help, help, iemand. Waar is iedereen? Jee, Laurie is hier niet alleen. We moeten Liana helpen. Hé, wakker worden. Kom op. Oké, het is tijd om resoluut te handelen. Ik laat je niet alleen, Liana. Word wakker, alsjeblieft. Het is goed dat Laurie een EHBO-cursus heeft gevolgd. Dat kan Liana redden. Jee, het werkte. Wat een verschrikkelijke vlucht. Ik geef dit vliegtuig 1 ster. Is er een goed hotel in de buurt? Liana, kijk. Waar is de koffer gebleven? Liana, laten we gaan. Niet bewegen. Kom hier, vriend. Laten we de koffer openen. Dat is rijke Abby. Zij heeft het ook overleefd. Wij drieën zullen hier veel plezier hebben. Het kon niet erger. Ze zitten vast op het eiland. Kijk. Er is een helikopter. We moeten handelen. Wauw. Liana zal het oplossen. Geld heeft haar nog nooit in de steek gelaten. Je hoeft alleen maar een bericht in het zand te schrijven. Maar zelfs miljoenen dollars kunnen de wind niet stoppen. Nee, vlieg niet weg. Geen paniek, Liana. We hebben karton. Laten we het snijden en we krijgen een boemerang. Vind je het leuk? Wauw. Het komt terug naar ons. Laten we de boemerang starten. Maar Laurie heeft de baan niet berekend. Gaat het, Abby? Niet slecht. Maar een speelgoedhelikopter zal ons niet redden. Maar de toeristen hadden toch geluk. Dat is die koffer. Moet uit het neergestorte vliegtuig komen. De koffer bleek veel nuttige spullen te bevatten. Liana en Abby zullen nu de mooiste op het eiland zijn. En Laurie kreeg niks. Wat is er met jullie aan de hand, meiden? De eilandgenoten hebben een schoonheidsmoment. Wat dan ook. Laurie heeft andere plannen. De speer is klaar. Wat betekent dat het tijd is om te gaan jagen? Lijkt op een zenuwinzinking. Maar alles gaat volgens plan met Laurie. Meisjes, het is gelukt. Ik heb genoeg eten. Deel met ons. Wees niet inhalig. No. Ik zou er niet eens aan denken. Pak je eigen eten. Oh ja, Laurie?
wacht maar af. En de rijke toeristen nemen het over. Maar het blijkt dat eten halen zo moeilijk is. Even falen. Waar is jullie lunch, meisjes? Het is niet gelukt, Laurie. Het zij zo. Help jezelf. Oh, het is zo heet op het eiland. Waar kunnen we ons verstoppen? Maar er is alleen maar zand in de buurt. Meisjes, kunnen jullie dit zien? Volg mij. Wij blijven meisjes. We gaan het bos in. Het doel is vrij dichtbij. Het is niet slecht, maar het is koud. Ik weet wat we moeten doen, meisjes. We gaan een vuur maken. We hebben alleen een kleine vonk nodig. Alweer Laurie. Ze heeft al het ideeën. De vonk werkte niet. Maar Liana's diamanten deden de truc. Dank je, meisje. Kijk hier eens naar, meisjes. Het ziet er zo mysterieus uit. Wat als het eten is? Ik wou dat ik dat kon krijgen. Het werkte. Oh, wat is dat? Het bijt me. Meisjes, help. Ik werd aangevallen. Je ziet er geweldig uit, meisje. Wow. Ik wou dat ik zulke lippen had. Wat als... Liana, denk er niet aan. Je kunt je in het bos nergens verstoppen. Er zijn alleen maar bomen. Maar wat als je een echte schat vindt? Meisjes, dat is... een telefoon. Het is oud, maar ik denk dat het zou kunnen werken. Geef het terug, Liana. Je moet het eerst drogen. Ik heb een gelukszok. Laten we nu een waaier maken. Goed idee, Laurie. Mijn beurt nu. Tijd om wat vakantieselfies te nemen. Een onbewoond eiland is een echt avontuur. Abby, geef het me nu. We moeten voor hulp bellen. Er is een signaal. Oh nee, de batterij is leeg. Laat me met rust, Abby. Dit is allemaal jouw schuld. Oh, ik heb zo'n honger. Stop, we zijn in een bos. Dat betekent dat er genoeg eten is. Laten we gaan zoeken. Oh nee, krokodillen zijn geen voedsel. Waar is al het eten? Laurie heeft geen geduld meer. Ja, dat is het. Ziet er heerlijk uit. Meisjes, auw, dat doet pijn. Maar Laurie had geluk. Een sinaasappel. En nog één. Wie wil wat eten? Geen probleem. Laurie is een echte kostwinner. De toeristen krijgen een eerste klas lunch. Zoals in het beste resort. Kom het maar halen, meisjes. Goed gedaan, Laurie. Bedankt, meisjes. Yes! Wees voorzichtig, Liana. Je hebt het monster gevangen. Oh mijn god! Help! Kom op, schat. Het is hier gevaarlijk. Hé, waar ga je heen? We moeten van dit eiland af. Alleen een vlot zou helpen. Laten we naar de tekening gaan. Liana, vergeet het zeil niet. Ja, en de mast. Schiet op, Liana. Er is iets van tijd. Het vlot moet worden gebouwd van hout. Dus we verzamelen de bouwmaterialen. Je hebt veel stokken nodig. Dat was niet gemakkelijk. Hou vol, Abby. En nu het belangrijkste. Laten we het vlot in elkaar zetten. Meisjes, stoor ik... Yes. Nee, Laurie. We bouwen hier een vlot. Een vlot? Het is gewoon een stel stokken. Meisjes, alsjeblieft niet vechten. Hé, kijk. Een bal? Waar komt die vandaan? Jee, de toeristen kwamen uit het bos. En ze kwamen meteen terecht op een leuk feestje. Meisjes, ik vind het leuk. Jongens, hoi. Mag ik erbij komen zitten? Wow. Alle gasten zijn welkom op dit feestje. En nu zonne. Yeah. High five, meisjes. Oh ja, jij bent er ook nog, Laurie. En zelfs hier kun je oude bekenden tegenkomen. Dat kan niet. Het is hem weer. Oh nee, die piloot is niets anders dan problemen. Liana, we moeten gaan. Kom op. Ze zijn vreemd. Misschien zijn ze oververhit geraakt in de zon.